Hallo allemaal, ik ben Anne Kessels, de voorzitter van studievereniging Flow. En deze week ga ik vloggen. Ik ga laten zien wat een week van een voorzitter is van Flow. En ik sta nu op de Flow-kamer, zoals jullie kunnen zien. Wat dingen voor het symposium bespreken, want dat vindt aankomende donderdag plaats. Dus daar zijn we nu mee bezig. Ik loop nu vanaf de Flow-kamer naar het TIAS-gebouw. Daar zit Academic Forum. Het symposium van Flow wordt altijd in samenwerking met Academic Forum georganiseerd. Zij helpen ons met het opstarten, met het organiseren van het symposium en ook met financiële middelen. En daar heb ik samen met Kim, de commissaris, een afspraak. Dus ik ga de laatste dingen nog eventjes bespreken. Net bij Academic Forum geweest met Kim om wat laatste dingetjes nog te bespreken voor het symposium. Straks hebben we hier op de universiteit de informatieavond voor de studiereis, want die komt er ook bijna aan. Dus ik ben nu nog eventjes een lasagne in de magnetron aan het opwarmen, dat ik ook even wat gegeten heb. Dus dat ben ik nu in doen, straks informatieavond. En daarna hebben we nog een vergadering met de symposiumcommissie. Dus dat is ook nog even op het laatst het rijboek doornemen en de laatste voorbereidingen doen voor het symposium donderdag. De reden dat ik zoveel met het symposium te maken heb, is dat ik buddy ben van de symposiumcommissie, net als van de introcommissie en de promocommissie. Elk bestuurslid heeft 3 commissies waar die buddy van is, dus waar die alles een beetje in de gaten houdt. En voor mij is dat de symposiumcommissie onder andere. En maar ja, het symposium is deze week, dus dat is deze week eventjes nog veel werk, maar daarna zit dat er eigenlijk ook weer op. Nou, Stefanie en ik lopen nu naar gebouw A, want daar is de informatieavond voor de studiereis. Ik ben benieuwd. Ik heb al Griekse hapjes voorbij zien komen op de Flowkamer. Ik ben ook benieuwd naar de kleur van de vesten, dus dat gaan we allemaal zien. Oké, gisteravond was de informatieavond van studiereis. Daarna hebben we nog vergaderd met de symposiumcommissie tot 11:30. En nu sta ik in P, want we hebben een Tasty Tuesday. En Bram, wat gaan we eten? Omdraaien. Oh, daar voor de video. Pannenkoeken! Dus iedereen, alle leden kunnen hier naartoe komen om een pannenkoek te halen. Oké, het is nu 4:15 en we gaan DVV'en. Vergaderen op de Flowkamer om even de week, afgelopen week, te bespreken en wat er binnenkort aan gaat komen van alle commissies. Dat doen we normaal op maandag, maar omdat gisteren informatieavond was van studiereis, doen we dat op dinsdag. Ik ben net meteen vanuit de DBV naar Brams huis gefietst, want we zitten hier met de promo te brainstormen over wat leuke nieuwe ideeën om Flow op de kaart te zetten. Het is een beetje lastig om iedereen erop te krijgen, maar het lukt. En er zijn echt al leuke dingen uitgekomen, dus jullie horen het nog. Ik heb op woensdag altijd kamerdienst, maar net was Dante Platform, dat is georganiseerd door fractie Dante om iedereen op de hoogte te brengen wat de afgelopen faculteitsraden allemaal besproken is. Dus daar ben ik net naartoe geweest en dat was Donnie ook. Hier zie je Donnie. Hier. En toen heeft Sarah even mijn kamerdienst overgenomen, want de kamer moet natuurlijk wel zoveel mogelijk open blijven. En nu ben ik weer hier. Dus nu ga ik de laatste voorbereidingen voor het symposium mogen treffen. Op de Flowkamer. Best wel wat mensen zitten hier ook. En ik ben kaartjes aan het maken voor het symposium. We staan nu in de keuken van mijn studentenhuis. En daar zitten Sarah en Suzanne. Want we zijn aan het koken, want de SRC komt bij ons eten. Ze hebben op de veiling een viergangen diner gewonnen. Dus we zijn nu een beetje aan het koken. De SRC is nu aan het genieten, hopen we, van hun hoofdgerecht. Ze hebben net tapas gehad en uiensoep. En ze hebben nu lasagne, dus we hopen dat ze het lekker vinden. Nou, het is vandaag alweer donderdag. Ik zit nu op de fiets naar de Flowkamer, want daar gaan we verzamelen voor het symposium. Het is super mooi weer buiten, dus ik hoop dat dat ook iets goeds betekent voor het symposium. Vandaag alweer vrijdag, dat betekent dus ook mijn laatste vlogdag.
ben weer op weg naar de Unie, want daar heb ik een afspraak met voor fractie Dante. Ik sta namelijk op de kandidatenlijst voor de volgende verkiezingen. Dus daar moet wel het een en ander voor voorbereid worden. Dus daar ga ik nu naartoe. En daarna heb ik een vergadering met de introcommissie. Nou, ik sta nu op mijn kamertje bij mijn ouders. Ik ben na de vergadering met de introcommissie nog even op de flowkamer geweest. Tot 4 uur ongeveer, daar heb ik nog even gewerkt. En daarna ben ik naar mijn ouders teruggereisd. Dat betekent dat ik nu weekend heb, dus mijn vlogweek zit erop. Ik hoop dat jullie een beetje een indruk hebben gekregen van wat ik nou eigenlijk doe in een week. Mocht je toch nog vragen hebben, dan kun je me altijd bereiken op voorzitter@svflow.nl.